mensen. Welkom weer bij een nieuwe vlog van Gerry. Nu heb ik een vraag gekregen. Gerry, hoe bereid ik een goede trio voor? Ten eerste, waarom zou je dat willen, joh? Achterlijk idioot. Stel ik zei, ik heb het gehad. Ik heb een trio gehad. Ik heb een kwartet gehad. Ik heb een elftal gehad. Mijn eerste trio, hè, die had ik door mijn ex, man, hè. Ik wilde het eerst niet. Hij wilde het heel graag. Ik zeg, waarom wil je het dan, joh? Ben je niet beter bij je noten? Hij zegt, ja, ik wil het graag een keer meemaken. Ik zeg, oh ja, joh? Nou, toen heb ik zijn beste twee maten gebeld. Heb ik het daarmee gedaan. Foto's naar hem gestuurd. Ja, alsjeblieft. Drie mensen op elkaar. De groeten. Ga maar lekker shoren. Nou, nu heb ik mijn buurvrouw. Anja. Die wil naar welke trio? Waarom wil je? Dus zei, ik wil het een keer meemaken. Mijn man en nog een man erbij. Heeft hij ja gezegd. Maar daarna zei hij, dan wil ik ook een wijf erbij, hè. En wie dacht je dat die heine was? Zeker te weten. Dus ik zeg tegen die mokkel, laten we het gewoon doen. Nee, dat vind ik niet leuk. Dat is niet goed voor de relatie. Bla, 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 bla. Nou, ze bleef zo lang ouwen. Uiteindelijk hebben we het zonder haar gedaan. Ja, zo is het maar net, mensen. Waar twee vechten om een been, loopt de derde met een piemel er vandoor. Voel je het wat, mijn vlog? Top, duim omhoog. Zo niet, dondertypes er aan een eind op. En vergeet niet te abonneren. De groeten. Ik ga lekker een bakje pleur aan. Zo'n lekker drie bakjes. Dat betrekken.